Weer een perfecte fietsdag, hè? Even kijken hoe gaaf dit is. Super uitzicht. We hebben hier net eindsprint gehad. Zoals altijd. Met goede wind. En bij goede wind moet je natuurlijk wel op de juiste plek rijden. En ik denk dat ik daardoor vanavond een beetje gewonnen heb. Omdat ik als je net wat over hebt, kun je alert te rijden. En dan kun je net op tijd, als je in de groep rijdt althans, zeg maar goed in het wiel rijden. Natuurlijk, iedereen doet er bij een waaier in het wiel rijden. Maar je hebt in het wiel rijden, dat is echt, als je gewoon goed in het wiel rijdt, is echt, stel dat de wind van links komt en je zo een beetje rechts erachter zit. En dan niet te dicht, natuurlijk moet niet gevaarlijk zijn, maar wel gewoon niet steeds een klein gaatje laten vallen. Dat je een half uur ertussen laat, maar gewoon keurig aansluiten. En over een heel rondje van een kilometer of 70 doen we nu. Dan kun je echt het verschil maken. En dat zorgt er gewoon voor dat je net dat kleine beetje energie overhoudt. En misschien wel voor de sprintoverwinning kan gaan. Of in ieder geval, het bespaart gewoon energie. Ook dit, hè. Hoe ver durf je op een randje te rijden? Ook hier moet het natuurlijk niet gevaarlijk zijn. Let op voor je paaltjes. Wat wij doen, redelijk alert, eigenlijk altijd. En we rekenen ook echt op elkaar dat we dat doen. Is op tijd roepen. Roepen voor zo'n paaltje. Roepen voor tegemoetkomend verkeer. Dan roepen we altijd tegen. Dat betekent dat er daar een auto aan komt of er komt een fietser aan. Als er hier een wandelaar is aan de rechterkant, die zeg maar met ons meeloopt of tegemoet loopt, dan roepen we altijd voor. Misschien een beetje stomme term als ik het nou zo bedenk. Maar wij weten gewoon precies waar het over gaat. En ik denk dat het wel redelijk gemeengoed is. Bij de bocht natuurlijk uitkijken. Maar ook als je door de bocht komt en het is zeg maar vrij. Dan roepen we ook gewoon vrij. Dus de eerste, stel dat ik nou de eerste de bocht ben. En je ziet dat er echt geen verkeer komt. Hè? Dus niet die fietsen van net, maar gewoon helemaal niemand. Dan roep je gewoon vrij. En als je een vertrouwde groep hebt met echt goede renners waar je vaak mee fietst, dan kun je daarvan uitgaan. Dus dat betekent, als iemand vrij roept, dan ga je gewoon door de bocht heen. En dan hoef je niet iedereen voor zich te krijgen. Natuurlijk let je wel op. Natuurlijk kan er altijd iets zijn. Maar wij roepen ook niet vrij als je het gewoon niet weet. Als je gewoon denkt dat het vrij is of je denkt, ja, het vermoeden, dan roep je geen vrij. Je roept echt vrij als het gewoon echt alleen maar kan. En dat is eigenlijk de beste manier om gewoon met elkaar te rijden en gewoon goed in de groep te zitten. Dus tegen, tegemoetkomend verkeer, voor, dan loopt er hier iemand op de weg of die komt je tegemoet gelopen. Of misschien rijdt er wel een fietser hier. Of je gaat een groep met fietsers inhalen, kan natuurlijk ook, hè. Een groep met wielrenners inrijdt, daar roep je ook voor. Ga je altijd een beetje, toch weer een beetje achter elkaar rijden. Ligt ook aan de breedte van de weg. Ik denk als hier een auto tegemoet zou komen, dan gaan wij wel achter elkaar rijden, zeg maar. Of je schuift een beetje en in ieder geval, zeg maar, tot de voorwiel en het achterwiel van degene voor jou, tot dat een beetje gelijk is. Zeg maar. Dat je altijd die uitwijkmogelijkheid hebt van het lichaam, zeg maar, gewoon dat het een beetje in elkaar schuift. Dus dat is het. Ja, en dan vrij, hè? Dus eigenlijk die drie termen. Tegen, voor en vrij. En de volle bak natuurlijk. maar goed, vaak is dat wel zo en hoeft er niet geroepen te worden. En als iemand dan nog echt hard kan roepen, dan is het nog geen volle bak voor hem. En dat is misschien ook altijd een beetje de grap. Van als het echt heel zwaar is en je rijdt met z'n allen hard, om dan nog een rustige opmerking te maken. Dat is eigenlijk het geintje wat wordt gemaakt bij ons. Dus dat is het. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende fietsvideo. Hoi, en mocht je het leuk hebben gevonden, druk even op dat duimpje. Yes, dat is mooi, hè? Oké, hoi. Trouwens ook roepen voor gaten in de weg, hè? Dus hier.